Onze leden die toch waar vaak ondervonden dat die arbeidsinspecteurs geen tijd hadden, niet onaangekondigd bezoek brachten aan bedrijven waar dat hard nodig was. Klachten onvoldoende in behandeling werden genomen. Bij ongevallen men vaak weken moest wachten voordat er een inspecteur kwam. Kortom, er was heel veel onvrede over de wijze waarop die arbeidsinspectie aan het werk was. Nou, in het voorjaar van 2010 kwam ook zelfs de centrale ondernemingsraad van de arbeidsinspectie, die kwam naar ons toe met het verzoek: kunnen jullie als FNV niet een verzoek neerleggen bij de ILO om te kijken of Nederland op de juiste wijze invulling geeft aan de verdragen die te maken hebben met het hebben en houden van een arbeidsinspectie. Hebben wij natuurlijk in onze contacten met die inspectie ook gevraagd, hoe komt dat nou? Nou, en toen bleek inderdaad heel sterk dat intern bij die arbeidsinspectie het eigenlijk een treurige boel was, op z'n Hollands gezegd. Bezuinigen natuurlijk, rond het jaartal 2010, 2011. En dat betekende dat er bij de inspectie weer een aantal FTE's af moest. De bedoeling was dat we zo rond de 200 inspecteurs zouden overhouden. Als je dat gaat uitrekenen, dan kom je op bizarre getallen. Dan is er één inspecteur beschikbaar voor 40.000 werknemers. Dan wordt er gemiddeld in elk bedrijf één keer in de 35 jaar geïnspecteerd. Al die lidstaten om ons heen doen het eigenlijk veel beter. Waarom zijn we nou naar die ILO gestapt en niet naar andere organisaties? Die ILO is een gezaghebbende organisatie die ook een speciale body heeft, een orgaan wat kijkt naar hoe worden verdragen die landen per slotverrekening zelf hebben ondertekend, hoe worden die nou toegepast in de praktijk. Een hele waslijst van onderwerpen waarvan wij dachten, dit klopt niet als je die ILO-verdragen daarnaast legt. ILO-verdrag 81... met name, dat legt uit hoe een inspectie moet georganiseerd zijn in een land. Leidt tot een aantal stappen waarvan ik zeker weet dat die niet genomen waren als we die klacht niet hadden gedeponeerd. Je ziet nu dat een overheid meer open staat van hoe kunnen we er toch voor zorgen dat we in alle sectoren een zekere inspectiedruk hebben. Dat er momenteel druk wordt geworven voor nieuwe inspecteurs. Uiteindelijk zie je wel dat meer aandacht voor een inspectie, meer geld voor inspectie, snellere inzet van inspecteurs, slimmer inspecteren, dat wel allemaal uitvloeisels zijn van het aanleveren van zo'n beoordeling bij de ILO.